Ja, dankie. Ik ben weer terug op Bonaire en ik ben heel erg blij dat ik weer terug ben. Het heeft een tijdje geduurd, ook door de pandemie. En ja, zoals jullie van mij gewend zijn, kom ik regelmatig langs in het Caribisch deel van het Koninkrijk. Om natuurlijk te blijven vertellen wat ik doe als lid van het Europees Parlement. En hoe ik mij ook inzet voor de landen en gebieden over zee. Maar daarom is het voor mij wel belangrijk om natuurlijk terug te blijven komen. Zodat ik ook hoor van veel verschillende mensen en organisaties, politici, wat er nodig is om de belangen van de landen en gebieden over zee en ook Bonaire te vertegenwoordigen. Okay. U was op Bonaire en hoe bevalt het? Ja, heel goed. Bonaire zit echt in mijn hart. Ik ben in 2019 natuurlijk ook hier geweest. En na de verkiezingen bleek ook dat er ontzettend veel steun is gekomen vanuit Bonaire. Ik heb ontzettend veel mooie verhalen ook gehoord hier op Bonaire. Ook als het gaat om de interesse voor Europa. Ja, dus Bonaire zit gewoon in mijn hart en ik heb het ontzettend gemist. En Bonaire is een heel mooi voorbeeld van hoe we in Europa ook kunnen werken aan het klimaat. Daar zijn hele mooie voorbeelden van. Wat we hier ook op Bonaire kunnen bereiken. Maar ook als het gaat om de jongeren op Bonaire. Lopen er heel veel goede initiatieven die ik heel graag wil ondersteunen ook. En wil uitvergroten als politica. U doet uw werk al 2,5 jaar. Zijn er concrete dingen die gedaan werden? Ja, ik heb de afgelopen jaren heb ik samen met een paar andere collega's in het Europees Parlement echt ervoor gezorgd dat er toegewijde aandacht is voor landen en gebieden over zee. We hebben zelfs een speciale werkgroep opgericht in het Europees Parlement die zich speciaal bezighoudt met de belangen van de landen en gebieden over zee. Verder is het heel mooi om te zien dat ook vanuit de Europese Commissie er meer budget vrij is gemaakt voor EU-programma's, EU-subsidies waar ook de landen en gebieden over zee aanspraak op kunnen maken. Verder heb ik mij ook door middel van verschillende resoluties uitgesproken over steun voor het Caribisch deel van het Nederland, Caribisch deel van het Koninkrijk. En wordt er ook vanaf 2022 heel fors ingezet op de belangen van jongeren. Er wordt ook een speciaal netwerk opgericht voor jongeren uit de landen en gebieden over zee. En ben ik heel trots op toch de structurele aandacht die we hebben kunnen vasthouden vanuit het Europees Parlement. Waardoor ook de Europese Commissie is gaan inzien dat ze zich echt moeten richten op een toegewijde strategie. Een samenwerkingsstrategie met de landen en gebieden over zee. Wat zijn op het moment die aandachtspunten die je constateert? Nou, aandachtspunten vind ik echt jongeren. Dus zorgen dat ook jongeren vanuit het Caribisch deel van het Koninkrijk meer eerlijke kansen krijgen. Als het bijvoorbeeld gaat om het studeren in het buitenland, meedoen aan het Erasmus-programma. Dat is een voorbeeld daarvan. Maar ik vind het ook belangrijk dat er ingezet wordt op het klimaat. Caribisch deel van het Koninkrijk, ook Bonaire hier, wordt ontzettend geraakt door klimaatverandering. Dus we moeten ook vanuit de Europese Unie blijven inzetten op subsidies, programma's die helpen biodiversiteit, de natuur op Bonaire hier te beschermen. Verder vind ik ook een aandachtspunt het sociale welzijn van mensen. Dus ik wil ook dat er meer gebruik wordt gemaakt van initiatieven vanuit Europa die het sociale welzijn en werkgelegenheid kunnen stimuleren hier. Want in de praktijk heb ik gezien, en ook uit cijfers blijkt dat ook Bonaire nog te weinig gebruik maakt van dit soort EU-programma's en subsidies. En daar wil ik wel echt de komende periode de vinger op gaan leggen hoe dat kan en hoe dat ook beter kan.